Yo mensen van het Leventje van NL, mijn naam is Mick en welkom bij een nieuwe Road to Eredivisie. Wil jij de allergoedkoopste FIFA 15 Ultimate Team Coins? Ga naar fifacoinsnl.com. Gebruik de code PLAYFIFANL voor 2% korting. Link staat in de beschrijving en dan kan je zelf checken, want ze zijn echt de goedkoopste. Ja, jullie hebben deze spellen opgegeven, Roesnak. En waarschijnlijk, want er zijn geruchten dat er dit jaar ook een motherfucking Team of the Season komt van de Benelux. Dus dat betekent veel Eredivisie-spelers. En daar heb ik best wel zin in. Want dat is natuurlijk super tof voor mijn Road to Eredivisie. En daar kunnen we super veel mee doen. Maar de meest gelikte comment met zowel 88 likes was Roesnak geworden. En dan gaan we dus ook die speler kopen. Maar zoals je ziet, ja, deze man is dus best wel rare. En daarom moet ik best wel snel 6k proberen te krijgen. Want ja, ik wil niet dat die, laten we zeggen, niet meer op de markt staat. Want jullie willen hem zo graag. Er waren zelfs 2 comments en er waren allebei top comments dat ik deze man moest kopen. Dus dat moeten we dan ook maar doen. En dan gaan we natuurlijk niet voor de, ja, deze soort, maar dan gaan we natuurlijk wel voor de zilveren. Want ja, dat is wel wat toffer. En de goedkoopste is 2.1k, dus laten we snel een wedstrijd gaan spelen, want volgens mij is dit, ja, dit is de hoe noem je dat? Niet kampioen, toch? Want kampioen zijn we al eigenlijk, maar de titel. De titelwedstrijd. Ik weet niet of je dat kan noemen, maar die gaan we dus spelen. Even kijken, zal ik nog een ander speler erin zetten? Misschien zet ik Antonia erin voor Ibar voor een keertje. En ik geef even mijn spelers ook wat conditie als ik dat nog heb. Zeker weten, Mickey. Heb dat nog. En dan laten we beginnen met deze wedstrijd. Let's go! Trouwens mensen, spijt me dat ik aan de rechterkant heel donker ben. Dat komt omdat daar mijn belichting staat. Dus daarom is dat zo. We gaan even het team van mijn tegenstander bekijken. En dit is het team van mijn tegenstander. Ik vind het meevallen. Het zou beter kunnen. Maar dat is het niet. En ik vind dat mijn team beter is. Dus let's go! Oh, daar gaat Sivkovic. En jammer genoeg gaat Sivkovic er niet door, want dat was mogelijk namelijk geweest. Oké, we zijn dus nu al in de 21ste minuut, maar er is nog niet echt wat spannends gebeurd. Dus ik denk dat we wat meer risico gaan nemen en we gaan op ultra aanvallen. Dus, oké, Sivkovic is door. Schiet hem, Sivkovic. Waarom? Waarom hou jij hem? Dat is niet de bedoeling. Cornertje, gaat die corner erin? Oh, Wijnaldum. Let's go, Wijnaldum. Fuck sakes. Wijnaldum. Ah, man, Wijnaldum. Ja, gaat hij dan via Sivkovic op Wijnaldum. En maak een goaltje. Nee, dit ga je. Nee. Oh, ho, 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 ho. Come on. Oh my fucking god, EA. Dit slaat nergens op. 2 keer op de paal. Oké, mensen, dat was dus de eerste helft. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de eerste helft, want nu gaan we naar de tweede helft. En ik had eigenlijk al voor moeten staan, zeker na die kans die 2 keer op de paal ging. Maar ja, laten we gewoon doorgaan naar de tweede helft. Let's go. Oké, mensen, we gaan full retard. We zetten de Pai in de spits. Iedereen weet dat de Pai fucking veel pace heeft. We zetten even Ibarra hier. En dan zetten we gewoon, ja, we gaan linksback. En dan zetten we maar El Ghazi op rechts, linksback. En nou gaan we gewoon ultra aanvallend. All the way. Alles op de aanval. Let's go. Hopelijk gaan we nu. Scoren. Kut. Oké, we staan achter. En waarom verlies ik nou net deze wedstrijd? Dit is nooit voor de kampioenschap. Nee. Nee. Oké, mensen, dat was dus de wedstrijd. En ik denk dat ik gewoon nog een wedstrijdje ga spelen. Want ik wil gewoon die competitie winnen. Dus laten we. Oh, de wedstrijd is nog niet voorbij. Ach ja, de wedstrijd is wel gewoon voorbij. Het is de 90ste minuut. Dus laten we gewoon doorgaan naar de volgende wedstrijd. Oké, laten we even Veldman erin zetten. En ik doe Ibarra. Met deze opstelling hebben we veel gewonnen. Dus laten we doorgaan naar de tweede wedstrijd. En de tweede kans om die kampioenschap te gaan winnen. Let's go. Oh, Sivkovic gaat hier niet voorbij. Wat dacht ik? Dat ik door die man heen kon lopen ofzo, want ik liep er letterlijk op af. En hier gaat Sivkovic weer. Paast op de Pai. Kom op de Pai. Lekker dan. Oh, en waarom hebben die keepers allemaal zo goede reddingen? Waarom hebben mij waarom kan Sillissen niet zo goed keepen? Kom op, Sillissen, wat voor? Kom op, Sivkovic. Lekker dan, Sivkovic. Lekker dan. Oh, mooie paas. Lekker dan. 1-0. Verdiend. Dank je. Oh, 1-0. Oké, nou is het even, de wedstrijd is even open. Nu kan het echt beginnen. Lekker dan. 1-0. Oké. Sivkovic.
op Wijnaldum. En schiet hem Wijnaldum. Lekker dan. Lekker dan. Lekker dan. Lekker dan. Lekker dan. 2-0. 38 minuten. Lekker dan. Dit is nou echt lekker. Heb ik maar 4 keer gezegd hoor. Goed gedaan Wijnaldum. Oké, Depay. Let's go Depay. Let's go. Oh, penalty, penalty. Ja, we krijgen een penalty. Lekker dan. Oké, we gaan hem gewoon midden schieten. Dus let's go. Recht in het midden. Let's go. Dat maakt het 3-0. En waarschijnlijk is dat ook de uitslag van deze wedstrijd. En ik denk het haast wel zeker dat we deze titel hebben gewonnen. En dat betekent dat we Rusnak kunnen kopen. Oké, mensen, we gaan Rusnak kopen. En zo hebben we die in ons team. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering van Rood Eredivisie. Hier heeft erg veel tijd in gezeten. En op het moment is het 12 uur s'nachts. Dus ik hoop echt dat jullie hier even een blauw duimpje voor omhoog willen geven. Dat zal me echt steunen. En dan zeg ik tot de volgende episode. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En ik ga nu Battle to Glory opnemen. En dat gaat waarschijnlijk nog tot 1 uur s'nachts duren. Maar ja, ik doe het allemaal voor jullie. Later, mensen.